Goedenavond allemaal. We zijn hier alweer met een nieuwe webinar. Vandaag zijn we weer met Jonas. Hij gaat het vooral hebben over het Activate Injury Prevention Program, dus het blessurepreventieprogramma door World Rugby. Kant en klaar eigenlijk gemaakt al voor te gebruiken. Jonas gaat ons iets meer vertellen hoe je het kan gebruiken en waarom het juist is. Dus Jonas, weer al welkom. Ik ga u vooral aan het woord laten. Dus, ja, dus begin maar. Ja, bedankt. Tof om er terug mee te zijn. Dus vanavond inderdaad het World Rugby Activate programma. Dat gaan we vooral bekijken. En dan op het einde gaan we samen met u ook nog eens naar een praktische kant van een rugbytraining kijken. Ja, inderdaad. Dat is ook wel interessant om dat al mee te geven. Met de opstart die nu dichterbij komt, is het belangrijk om van in het begin eigenlijk een goede lijn uit te zetten, een goede opbouw. En dat begint voor een deel ook bij een opwarming, daar gaan we het bij hebben. Maar ook eigenlijk hoe dat we doorheen opwarmingen of doorheen training eigenlijk kunnen opbouwen om blessures te vermijden, maar ook om kracht bij te kweken, evenwicht, conditie. Dus dat komt eigenlijk allemaal voor in dat programma. Dus dacht ik ook, een programma is nu nog niet zo lang, denk ik, door World Rugby. Nee. Nee, dus, dit programma is, ik denk, 2 seizoenen geleden opgesteld en uitgetest. Ze hebben zowel bij jeugd in Engeland als bij volwassen ploegen, gewoon clubniveau, hebben ze het programma uitgetest en op daarvan een onderzoek gebaseerd. En sinds vorig seizoen zijn ze eigenlijk begonnen met coaches daarin op te leiden over heel de wereld, om eigenlijk dat programma de wereld in te sturen en zoveel mogelijk het programma te verspreiden op clubniveau. Oké, top. Goed. Ja. En dat is eigenlijk, om even mee te geven, dat we het niet allemaal zomaar uit onze duim zuigen, maar dat wel degelijk op onderzoek gebaseerd is. Dus bij de Bout University in Engeland, dat is een van de beste sportwetenschappen of sportwetenschappelijke onderzoeken in de wereld. Dat is in Engeland, die universiteit. En daar hebben ze eigenlijk dat onderzoek opgesteld. Ja, ze hebben ook een volledig nieuw centrum gebouwd in Bath. Ja. Rond rugbywetenschappen en alles rond rugby om te onderzoeken. Ja, dat is wel echt high-end. Daar zijn ze wel echt goed in. Blijkbaar, ja. Zeker. En dus die universiteit in samenwerking met Rugby Engeland en met World Rugby hebben eigenlijk dat onderzoek opgesteld om enerzijds na te gaan welke blessures dat er veel voorkomen bij rugby op clubniveau. Enerzijds, en hoe dat dit programma eigenlijk kan helpen om die blessures tegen te gaan. Okay. Dus dat is wat ze eigenlijk hebben gedaan, en dat is ook hetgeen dat we nu eigenlijk gaan voorstellen. Oké, top. Ben benieuwd. En voordat we veel dieper ingaan, wou ik dit al even meegeven, zodat iedereen dat aan het kijken is weet waarover dat gaat. Dit is eigenlijk de heel praktische kant van het programma. Dit is namelijk een overzicht, een deel van een programma dat we later, of dat we straks nog gaan bekijken, waarin dat de coach eigenlijk hele kant-en-klare oefeningen, opwarmingsoefeningen, krachtoefeningen, maar ook conditieoefeningen, balansoefeningen, eigenlijk zo in de hand krijgt. En op die manier daar zo met zijn spelers mee kan werken. Dus dat is eigenlijk de grote meerwaarde. En ik heb eens rechts opgelijst wat dat inhoudt, dat Activate-programma. Dus het is eigenlijk een bewegingsprogramma waarin er heel veel verschillende oefeningen voorkomen en dat altijd gevarieerd wordt. Het is zowel voor te gebruiken om tijdens een training of voor een training te gebruiken, maar ook voor een wedstrijd. Dus heel vaak wordt er voor een wedstrijd direct overgegaan naar rugby-specifieke zaken, zoals direct line-outs of scrums of looplijnen, of direct naar pasvormen. Maar vaak is het ook daar belangrijk om heel goed op te warmen en het lichaam eigenlijk klaar te maken. Dus daarvoor kan het programma perfect dienen. Het is zowel voor jeugd als volwassenen. Dus ze hebben eigenlijk 4 verschillende programma's, 4 verschillende lijnen opgesteld. En heel belangrijk, het heeft een progressieve opbouw. Dus doorheen het seizoen bouwen we de programma's eigenlijk op in moeilijkheid en in uitdagendheid. En ook binnen de training zelf bouwt eigenlijk het programma gradueel op. Dus dat het altijd moeilijker en zwaarder wordt. Oké. En dit is eigenlijk aan de hand van deze 3 cirkels, die hier op Rugby Vlaanderen wel een keer vaak geposteren. Gaan we het programma kort voorstellen. We gaan beginnen met de why, de waarom, achter het programma, achter de oefeningen. Dan gaan we kijken hoe dat het programma net in elkaar zit.
En dan op het einde gaan we specifiek in op de what. Dus wat dat we eigenlijk gaan trainen, wat dat we als trainers gaan krijgen en waar dat we mee aan de slag gaan. Dus als we beginnen bij de why, dat is dan heel basis, heel algemeen, maar ik kan toch graag nog even meegeven, zodat iedereen weet waarom dat we eigenlijk bepaalde dingen doen. Als ik in het kader van blessurepreventie deze figuur aan u voorschotel, Christophe, wat is dan uw eerste idee? Waarop zou dit kunnen slagen? Een warm lichaam en een goed opgewarmd lichaam en een niet zo goed opgewarmd lichaam. Voilà, inderdaad. Dus een eerste belangrijke... En te opgewarmd misschien links, ik weet niet. Ja, de linkse zou ik misschien niet aanraden. Die heeft er al wat lang in de zon gelegen. Ja. Maar dus over het algemeen, dat is altijd eigenlijk, de naam zegt zelf, opwarming. Dat is een van de belangrijkste zaken binnen blessurepreventie dat we eigenlijk kunnen doen. Dat is ons lichaam opwarmen, eigenlijk onze kerntemperatuur opwarmen, verhogen. Zodat eigenlijk onze spieren en onze pezen warmer gaan worden en op die manier eigenlijk beter en kwalitatiever gaan kunnen werken. Ja. Dus je moet al één keer verder drukken. Misschien even meegeven, Jonas, wat we vrijdag nog gezegd hebben, waarom dat dit zo belangrijk is, van de studies, dat er uit na een lockdown die opwarming echt wel enorm belangrijk is. En daarom dat we dit ook eigenlijk gaan promoten. Hè? Dus, ja, inderdaad. Daar was misschien al iets verder mee bezig. Kijk eens, ik was weer te vroeg. Hè? Ja, kijk vooral. Maar. Nee, maar kijk, dus dat is heel gemakkelijk of heel visueel uitgelegd. Een warm lichaam met warme spieren, daarmee gaat de prestatie verbeteren, omdat het lichaam gaat beter gaan werken, net zoals bij een motor die op warm gedraaid is. Alles gaat gewoon soepeler en beter verlopen. Oké, next. Oké. Waar denk je hierbij aan, als we binnen blessurepreventie spreken? Ja. Anatomie, dus het uitrekken van de spieren, dus de belasting en belastbaarheid van de spieren. Voilà, inderdaad. Dus links zien we eigenlijk hoe een spier eruit ziet. Op zeer microscopisch vlak bijna ziet dat eruit als allemaal kleine vezeltjes, allemaal kleine draadjes, die eigenlijk helemaal elastisch zijn. En dus die kunnen uittrekken, maar die kunnen ook verkorten. En rechts zien we dan hoe dat zo'n... dat wordt dan afgebeeld door een elastiek. En hoe dat eigenlijk zo'n elastiek een beetje kan vergeleken worden met een spier, hoe dat die kan uittrekken en terug kan verkorten. Nu, een spier, als die kracht levert en als die samentrekt, of als ze samentrekt eerder, dan levert die kracht. Het gevaar binnen blessure of om een blessure op te lopen, is eigenlijk bij de omgekeerde beweging. Hè. Dus als bij een elastiek die op rek wordt gebracht, hè, dus moesten die vingers nu uit elkaar worden gebracht, dan wordt die elastiek op rek gebracht. Mm-hmm. Dan kan bij een spier eigenlijk net hetzelfde voorkomen. En als dat te snel of te hard in één keer gebeurt, dan kan die elastiek natuurlijk beschadigd worden, dan kan die gaan breken. En dat is eigenlijk net hetzelfde als bij een spier. Namelijk, hoe soepeler of hoe elastischer dat we die spieren of die pezen gaan krijgen, hoe minder groot het gevaar is dat die zomaar ineens gaan beschadigd worden, dat die gaan scheuren of gaan breken. En dat is dus eigenlijk belangrijk om die blessures te gaan vermijden. En ik denk dat de meeste rugbyspelers wel herkennen dat we niet echt soepele mensen zijn in onze sport. Dus, zeker naarmate dat je langer en langer begint te spelen, wordt dat ook belangrijker. Om dat ergens te behouden. Dus bij deze. Zeer belangrijk. Ai. Oké, wat denk je hier aan? Pijn, bij links. Ja, zou goed kunnen. Ja, en ik denk vooral in de heupen daar bij de scrum en zo verder. Dus heupelasticiteit en zo verder. Dus, Ja, inderdaad. Dus elasticiteit is belangrijk. Hè. Dan blijven we bij het vorige. Maar in dit geval is het ook een deel mobiliteit. Ja. Mobiliteit in de gewrichten al. En dat is ook heel belangrijk om in bepaalde posities te kunnen komen. Heel vaak bij de scrum denken mensen, oké, we moeten gewoon zo hard mogelijk duwen. Maar eigenlijk, zeker op het hoger niveau, wordt er nu meer en meer gekeken van in welke posities kun je eigenlijk het gemakkelijkst of het hardste duwen. En in veel gevallen beginnen ze nu te kijken, oké, hoe mobieler eerste lijners bijvoorbeeld zijn en hoe lager dat die eigenlijk in een scrum kunnen gaan zetten, hoe beter hun prestatie wordt. Ook omdat tegenstanders dan bijvoorbeeld in moeilijkere posities moeten gaan duwen, moeten gaan zitten. Dus dat is eigenlijk ook weer prestatie verbeteren. Dus naast alleen de blessurepreventie is dat ook een deel prestatiebevorderend. Omdat je gewoon grotere bewegingen kunt gaan uitvoeren. En dat zit ook weer in dat programma. Oké, dit is misschien een ietsje moeilijkere. Waar denk je hier aan? Stabiliteit. Mm-hmm. Ja, stabiliteit inderdaad. Wat denk je dat die mens in deze positie veel gaat moeten hebben over zijn lichaam?
Coördinatie. Coördinatie, voilà, ja. Dus hij gaat aan de hand van die coördinatie en die balans, die stabiliteit, gaat eigenlijk zijn lichaam moeten controleren. Lang geleden heb ik nog een examen gedaan, hè, maar. Ja, het is een keer een quiz voor u, hè. Ja. Uiteindelijk komen de punten. Is goed. Ja, dus dat is eigenlijk ook heel belangrijk en dat wordt vaak vergeten, is namelijk ja, een vorm van coördinatie, een vorm van stabiliteit en balans. En als je ene keer verder drukt, binnen de bewegingswetenschap of binnen de sport hebben we daar eigenlijk een, ja, een wat moeilijkere term voor, namelijk proprioceptie. En dat geeft eigenlijk aan dat iemand ja, zijn eigen positie in de ruimte of van zijn eigen lichaam in de ruimte waarneemt. Dus zou die yoga waar we het over hadden, dat u straks... Ja, natuurlijk. Ja, inderdaad. Dus met andere woorden, die mens moet tegelijk ongeveer weten wat dat zijn standbeen aan het doen is en ongeveer weten wat dat zijn vrijbeen in de ruimte aan het doen is, om eigenlijk die positie goed te kunnen vasthouden. En dat is iets wat eigenlijk ook weer bevorderd wordt door warme spieren. Wanneer dat we warm gedraaid zijn, wanneer dat onze spieren en gewrichten warm zijn, dan hebben we dat vermogen eigenlijk, die proprioceptie, dan is dat eigenlijk beter. En dus dat gaat eigenlijk tweeledig werken. Enerzijds gaat dat onze prestatie verbeteren, omdat ja, we weten wat er met ons lichaam aan het gebeuren is. En anderzijds gaat dat ook onze blessures vermijden, omdat we misschien in minder gevaarlijke posities gaan komen. Dus dat we misschien betere impacten gaan kunnen opvangen, of misschien die niet gaan krijgen zelfs. En dan de laatste, Christophe. Kracht. Wat denk je, waar denk je hier aan? Kracht. Mm-hmm. Ja, voilà. Dus kracht... Bij blessurepreventie wordt dan een beetje ja, vergeten soms. Of mensen denken bij blessurepreventie, oké, dat is altijd heel traag en heel gemakkelijk of heel veel, onder veel controle. Maar er komt ook altijd een deel kracht bij kijken. En daarin, dat is ook eigenlijk tweeledig. Enerzijds, hoe meer kracht dat je kan leveren, hoe beter dat je prestaties gaan worden natuurlijk op het veld. Anderzijds, hoe meer of hoe krachtiger dat je spieren en dat je gewrichten zijn, hoe stabieler dat die zijn en hoe meer kracht er eigenlijk nodig zal zijn om die spieren of die gewrichten te gaan beschadigen. Dus dat is ook weer een manier om eigenlijk aan de hand van training meer of minder blessuregevoelig te zijn. Dus dat is eigenlijk even kort en algemeen uitgelegd waarom dat we onze blessurepreventie gaan doen. En dit is eigenlijk een van de belangrijkere slides, namelijk waarom is het Activate-programma zo belangrijk. Hè? Dus in het begin hebben we gezegd waarover dat allemaal gaat, hè. Dus over dat bewegingsprogramma voor jeugd, voor volwassenen, aan de hand van verschillende oefeningen met een progressieve opbouw. En dit is eigenlijk wat er uit hun onderzoek is gekomen. En dat is eigenlijk heel belangrijk om mee te geven en ook heel interessant. Namelijk dat zij enorm goede resultaten hebben geboekt. Als we even kort of algemeen bespreken, vanaf dat er eigenlijk een balkje onder de nul gaat, dan betekent dat er een positieve zin was in blessurepreventie. Met andere woorden, hoe groter de balk onder nul is, hoe minder blessures er voorkwamen. Dus dat was eigenlijk een daling van blessures. En dan zie je zowel bij de jeugdprogramma's als bij de volwassenprogramma's dat er eigenlijk enorm grote verschillen zijn, dus enorm grote verbetering in blessurepreventie. En daarin hebben ze twee vormen van blessures vergeleken, namelijk de soft tissue injuries, wat dan bijvoorbeeld spierverrekkingen of spierscheuren zijn of gewrichtblessures. En daarin zien ze zowel bij jeugd als de volwassenen dat er eigenlijk een enorm grote vermindering is. En anderzijds hebben we gekeken naar de hersenschuddingen, waar dat ze eigenlijk ja, echt spectaculair goede resultaten hebben geboekt door het programma te gaan introduceren bij spelers zowel op school rugbyniveau als op clubniveau. Ja. Dus dat is eigenlijk wel heel belangrijk om mee te geven. Ik denk dat het ook wel, als we gaan kijken waarom de meeste mensen een drop-out eigenlijk in hun club hebben of gaan stoppen, is ook een deel door blessures. Dus door alleen al bezig te zijn met blessurepreventie, kan je meer leden in je club houden, meer mensen op je training. Dus de belangrijkheid van blessurepreventie mag denk ik niet vergeten worden en dat we daar ook meer aware moeten van zijn of, om het toe te passen in onze training. Ja. Ja, zeker. En ook hoe minder blessures dat er op je club voorkomen, hoe meer dat de spelers gewoon kunnen trainen. Hè. Ja. Het is niet alleen het willen, maar het is ook gewoon het kunnen. Inderdaad. Dus, ja. Dus dat is, ja. Heel goed. Dat is heel belangrijk. Oké, en dan komen we bij onze volgende cirkel.
En dan gaan we eens kijken van hoe het programma eigenlijk is opgebouwd. En dan enerzijds hebben we al gezegd, oké, er is een jeugdlijn of een jeugdprogramma en een volwassen programma. Maar binnen elk programma zijn er 4 delen. Dus als we eens naar de jeugd kijken, dan zien we dat eigenlijk elk programma uit die 4 delen bestaat. Waarbij het eerste deel gericht is op die loopoefeningen met het inoefenen van richtingsveranderingen. En dat is dan vooral ook... Het gaat vooral over die motor warm draaien. Dat is eigenlijk vooral bedoeld om het lichaam warm te maken, spieren warm te maken, die kerntemperatuur verhogen, om op die manier het lichaam eigenlijk voor te bereiden op de sport. Dan het tweede deel gaat meer over de balans en het trainen van het onderlichaam. Vervolgens komt er een deel kracht bij, zowel mijn eigen lichaamsgewicht als mijn weerstand van partners. De partnerweerstand gaan we creatief moeten zijn met de maatregeltrainingen die er eraan komen. Maar er zijn ook zeker oplossingen voor. En dan het laatste deel van zo'n 1 training, van zo'n 1 programma, is werken met landingen, richtingsveranderingen en pliometrie. Dus dat is een vorm van sprongtraining en impacten. Ja. Als we dan daarnaast dat van de volwassenen eens bekijken, dan zien we grote gelijkenissen. Dus in grote lijnen komen die goed overeen. Die 4 delen. Maar we zien bijvoorbeeld dat volwassenen gaan beginnen met spelvormen. In combinatie met die loopoefeningen, omdat er vanuit wordt gegaan dat volwassenen al een bepaald niveau hebben in zich voortbewegen in het lopen. Daarnaast wordt er ingezet op mobiliteit en kracht naast die balans. Omdat vooral mobiliteit, zei het hier eerst, rugbyspelers die weten wat dat is om iets stijver te zijn of iets minder mobiel. Dus in het programma wordt ook heel nadrukkelijk aandacht besteed aan die mobiliteit om die zeker te behouden. Ik had het zeker niet over mijn eigen. Dan wordt er verder gegaan met kracht enerzijds, maar ook stabiliteit, behendigheid en vermogen. Dus vermogen is kracht leveren over zo snel mogelijke tijd. Dus allemaal zeer rugby-specifiek. En dan het laatste is die kracht- en sprintuithouding ook weer in relatie tot rugby. Dus wat we eigenlijk nodig hebben. Dus om die twee eigenlijk al te vergelijken, dan zie je eigenlijk al een progressieve opbouw van de jeugdprogramma's naar de volwassenprogramma's. Dus ook bij het hoe. We hebben al gezegd, het is op clubniveau. Hè, dus het is zeker niet... hoe moet ik het zeggen, gericht op de grootste of de zwaarste competitiespelers. Het is echt voor spelers van elk niveau over heel de wereld. En daarom hebben ze ook geprobeerd om de coaching erachter, dus het brengen van het programma, zo gemakkelijk en zo duidelijk mogelijk te brengen. En op basis daarvan hebben ze eigenlijk 8 coaching cues, dus eigenlijk 8 sleutelfactoren, opgelijst. En die komen eigenlijk 1 voor 1 terug in al die oefeningen. Veel daarvan, als je er doorkijkt, die kennen we. Bijvoorbeeld head lifted, op de bovenste lijn, in die beerpositie. Ja, dat kennen we, dat is over je wenkbrauwen kijken, over de rand van je bril kijken. Dus dat zijn niet echt de nieuwste dingen. Andere, zoals bijvoorbeeld in de onderste lijn, die hip, knee, enkel in line. Dat gaat dan over die het in lijn houden van de heup door de knie naar de enkel. En dat is dan eerder weer om knieblessures of enkel blessures tegen te gaan. Dus dat is dan misschien iets meer gericht op een conditietrainer, krachttrainer achtergrond, maar ook weer, het is eigenlijk opgesteld zodat elke coach van jong tot oud, van gelijk welk niveau, met dat programma kan werken. Ja. Moet hier zo zijn. Ja. En dan, in het begin ook, hebben we ook aangegeven, het is heel belangrijk om progressief op te bouwen. Enerzijds om je spelers beter te maken. Je wilt eigenlijk constant nieuwe uitdagingen geven. Je wilt eigenlijk je spelers constant blootstellen aan nieuwe soorten training of nieuwe oefeningen. Dus dat is eigenlijk wanneer we naar beneden gaan volgens de challenge. Helemaal links, als je de pijltjes naar beneden volgt, dan wordt de challenge eigenlijk groter naarmate dat je doorheen de levels gaat. Mm-hmm. En anderzijds zien we dat de verschillende leeftijdscategorieën, dus ook verschillende programma's hebben. Ja, mag ik weer een vraag? Kun je hier ook een differentiëren bijvoorbeeld? Als je iemand hebt die al redelijk ver zit, dat je die al start in level 2? Of is het echt van heel de ploeg start in level 1? Of? Ja, het is wel degelijk de bedoeling, en dat is ook zo gecommuniceerd altijd, om heel je ploeg met level 1 te laten starten. Ja. Dus bijvoorbeeld als je met een pre-season begint,
Ja, zeker nu, omdat we met zo'n ja, unieke opstart zitten, laat ons zeggen, is sowieso wel aangewezen om met die level 1 te beginnen. Langs de andere kant, als je ziet van oké, ik heb spelers die hier al langer mee bezig zijn, ja, dan is het aan de coach ook om een soort van uitdaging te zoeken binnen de oefeningen zelf. Dat kan in duur zijn of in een aantal herhalingen of in het aanhouden. Ja. Het is niet echt de bedoeling om direct van level naar level te springen. Omdat dat ook ja, die progressiviteit eruit haalt en omdat andere spelers dan misschien in de moeilijkheden komen als ze niet zo snel die vooruitgang maken. Oké. Wacht, ik ga net nog iets meegeven. Dus je ziet de overgangen, dat is een richtlijn, die 6 tot 8 weken. Dat is zeker geen vooropgestelde ja, regel, of dat moet zeker niet altijd die 6 tot 8 weken zijn. Maar ja, het onderzoek en uit de praktijk merken we gewoon dat die uitdaging wel begint af te nemen na die periode. Dus enerzijds om de uitdaging hoog te houden en anderzijds ook om de spelers de kans te geven om ja, de training of de oefeningen volledig te kunnen, ja, kwalitatief te kunnen brengen. En dan zien we ook bij de adult, dus bij de volwassenen, dat er een aparte matchday programma bij zit. Ja. Dus bij de jeugd heeft allemaal 4 programma's eigenlijk om doorheen heel het seizoen te doorlopen. De volwassenen hebben er 7 en daarbij nog eens een matchday die dat we straks nog even gaan bekijken. Maar die is dus eigenlijk heel specifiek om voor een wedstrijd te gaan gebruiken. Okay. Voilà, en dan komen wij de wat. Dus wat krijgt een trainer eigenlijk in handen als je met dat programma gaat werken, als je het opzoekt of als je het gebruikt? Ik wil straks de website ook eens heel snel bezoeken. Ja, voilà. Op de website, en we zien hier trouwens foto's, maar op de website worden ook alle video's gegeven. Dus eigenlijk, elke trainer kan al die video's gaan raadplegen, gaan kijken welke coaching cues dat erbij horen. Wat dat ook wel heel gemakkelijk is. Soms is het niet super duidelijk aan de foto's, maar je ziet, per oefening heb je een foto. Je hebt de modaliteit, zoals ze dat zeggen, dus het aantal herhalingen, het aantal sets, de duur of de afstand van een oefening. Daaronder staat eigenlijk de oefening beschreven. En dan helemaal het onderste dat bij een oefening hoort, zijn die key cues, en dat zijn die coaching cues of die sleutelfactoren. En dus per oefening wordt er eigenlijk minstens 1, meestal zijn dat 2 of 3 coaching cues meegegeven, waarop de coach eigenlijk kan letten voor die bepaalde oefening. En die zijn dan ook heel belangrijk om mee te geven aan de spelers. Om even te kaderen, je ziet nu een eerste deel van zo'n programma. In de linkerbovenhoek zie je fase 4 staan, dus dat is eigenlijk level 4. Dus dat is eigenlijk in dit geval... De laatste fase bij de jeugd, als ik me niet vergis. Ja, de laatste fase van, ik denk dat het U18-programma is. Ja. Dus dat zou inderdaad de laatste fase zijn van op het einde van een seizoen voor een U18-team. Ja. En dan zien we bijvoorbeeld al die 2 eerste delen. Dus part A, dat is al het eerste deel. En dan zien we bijvoorbeeld al die loopoefeningen met richtingsverandering. Ja. Daaronder zien we part B, dus het tweede deel, met de balansoefeningen. Dus. En als je dan nog eentje doorklikt naar de volgende pagina, dan zie je eigenlijk het tweede deel van zo 1 programma. Waarbij je eigenlijk bij het derde deel alle krachtoefeningen ziet. En bij het vierde deel zie je wat meer biometrische en wat meer impactoefeningen. Dus eigenlijk, dit is allemaal op die website kant en klaar te vinden met filmpjes en al in een programma. Dus, dit is gewoon zo los van de website geplukt. Van World Rugby of van de Engelse bond, van de Ierse bond. Ik denk dat het op onze site ook wel zal verschijnen. Ja, het gaat bij ons ook verschijnen, inderdaad. Dus ja, dit is eigenlijk gewoon een programma dat een team gedurende een periode van 6 tot 8 of langer of korter, ja, 6 tot 8 weken kan gaan gebruiken met alle beeldmateriaal, met alle oefeningen, met alle uitleg bij eigenlijk. Oké. Ja. En dit is het volwassen programma, dus ik heb er nog eens bij gezet, die matchday. Dus dat is eigenlijk een soort pre-game. Een soort een opwarming die voor de wedstrijd kan gebruikt worden. En daarin ziet je eigenlijk terug dezelfde opbouw. Je hebt die part A, het eerste deel, om via loopoefeningen de temperatuur te verhogen. Dan bij part B zie je terug de mobiliteit en de stabiliteit. En dan part C en D, die derde en vierde delen, zijn ook weer hetzelfde opgebouwd. Dus de opbouw van een training is eigenlijk altijd hetzelfde, wat dat ook gemakkelijk maakt voor een coach om
eigenlijk te hanteren en om duidelijk te maken aan de spelers. Maar de oefeningen, de moeilijkheidsgraad, de uitdaging wordt eigenlijk doorheen het seizoen altijd maar verhoogd. Ja, ik denk dat dat wel een belangrijke is om de motivatie bij de spelers om dit te doen. Zeker wel te houden. Voilà, zeker. Dus, het is ook zeker niet de bedoeling dat het een soort van routine wordt. Ja. Een belangrijk deel voor mij binnen een opwarming is dat de hersenen ook opgewarmd worden. Mm-hmm. Ik denk als je al 10 keer dezelfde opwarming hebt gedaan, na een tijdje begint gewoon door de bewegingen heen te gaan zonder dat je er nog echt bij stilstaat. Inderdaad. Wat ook eigenlijk al zit. En dan heeft het niet meer. Op die manier wiegt je lichaam eigenlijk een beetje in slaap terwijl je eigenlijk zou moeten opwarmen. Dus een deel daarvan bestaat ook om het lichaam uit te dagen met nieuwe oefeningen. Ja, oké. Ja, en dan komen we eigenlijk bij het laatste deel voor mijn deel. Mm-hmm. Dat trouwens de link naar al die programma's, dus die kunnen we straks misschien wel even kijken. Ik zal ze even openen, ja. Ik zal ze meteen even openen. Ja. Dus ja, misschien een eerste vraag dat nu opkomt bij coaches. Oké, maar hoe moet ik dit nu gaan coachen? Ik krijg wel die oefeningen. Dat was mijn vraag ook. Dus, wat zeg je? Dat was mijn vraag ook. Hè. Het is redelijk status. Al niet status, maar het is zo, het is zonder druk, zonder... Voilà, inderdaad. Dus het is een beetje, en zeker voor een rugbycoach, dat gevoel, snap ik volledig, het is een beetje weg van het spel. Ja. En dat is wat ik bedoel met die eerste lijn, en dat gestructureerd in vergelijking met die spelvorm. Hè. Dus hetgeen dat we nu eigenlijk zien met die oefeningen, oké, we lopen in een zigzag en dan joggen we eigenlijk terug, en dan doen wij dezelfde oefening nog eens. Ja. Dat is heel gestructureerd. Wat zijn de voordelen? Ja, als coach is het heel overzichtelijk. Je kunt gemakkelijk inspelen op fouten die gemaakt worden. Hè? Dus die sleutelfactoren kunnen goed nagaan worden. Dus de kwaliteit gaat heel hoog zijn. Ja. Het nadeel is natuurlijk dat er misschien een beetje weg wordt gegaan van die spelvormen. Ja. Dus als coach staat het u volledig vrij om die oefeningen af te wisselen met bijvoorbeeld spelvormen. Om bijvoorbeeld te beginnen met een soort rustige tikvorm. En dan eigenlijk over te gaan naar de loopvormen van het eerste deel. En dan bijvoorbeeld kan er terug een tweede spel gespeeld worden, misschien met licht andere regels. Mm-hmm. Om dan terug te gaan afwisselen met het tweede deel, bijvoorbeeld die balans en die kracht. Dat is de vraag die ik had. Stel nu, ik heb in die training niet echt nodig om de schouders volledig op te warmen. Is het dan nodig dat ik heel die cyclus doorloop? Ja, om mobiliteit, stabiliteit en alles te vergroten in de schouders voor de volgende keren. Maar ik als trainer kan geloven als ik 1,5 uur heb, dat ik geen 1,5 uur heb om een opwarming te doen. Nu met corona... Misschien wel, omdat het belangrijk is, maar hoe zouden we daarmee omgaan? Je zult er zelf ook al wel mee geconfronteerd geworden zijn, waarschijnlijk. Hè? Ja. Ja, enerzijds is het zo, hè, dus de resultaten van dat onderzoek die zijn gebaseerd op ploegen die het programma minstens 2 keer per week deden. Ja. Dus het programma is ook zo opgebouwd dat de resultaten eigenlijk pas komen als er echt gestructureerd of op regelmatige basis mee gewerkt wordt. Ja. Als je zegt van oké, deze week zal ik minder de schouders nodig hebben, er is misschien minder contact, dus ik ga die oefeningen even overslagen. Mm-hmm. Maar dan de volgende week wordt er terug met het programma gewerkt, ja, dan is die opbouw er een beetje natuurlijk. Hè. Dus dat opbouwen van kracht, dat moet eigenlijk wel een beetje onderhouden worden. Dus in mijn kijk als krachttrainer, als conditietrainer, is het wel altijd nodig om een minimale hoeveelheid van die oefeningen te onderhouden. Ja. Maar aan de andere kant, ja, zeg maar, ja, sorry. Mag het wel perfect opgedeeld worden. Ja, dat was mijn volgende vraag. Ik zou niet alles achter elkaar doen, maar kleine oefeningen tussen voor bepaalde oefeningen waar het nodig is. Voilà, dat is perfect. Als je op voorhand zegt, oké, ik heb bepaalde oefeningen op bepaalde spelvormen met een thema, bijvoorbeeld vooruitgaan of continuïteit, mm-hmm. en je wilt elke keer nieuwe regels introduceren, tussen het introduceren van die nieuwe regels kan er bijvoorbeeld 1 of 2 oefeningen gegeven worden. Ja. Ook zoals gezegd, ja, ik heb bijvoorbeeld mijn schouders minder nodig. Stel, je gaat tackle training doen en er is contact, ga je ook bijvoorbeeld het krachtdeel net daarvoor plaatsen. Dus dat het eigenlijk nog eens een extra opwarming of een extra activatie van de schouders is, misschien op het einde van de sessie. Dus het is zeker nooit de bedoeling om door te drukken dat het in het begin van de training moet. De oefeningen mogen eigenlijk doorheen de training gebeurd of gebruikt worden. En de resultaten zullen dan ook wel daar zijn als de oefeningen structureel en kwalitatief gedaan worden. Oké, goed. Ik heb hier de vraag van waar kan ik dat vinden? Alles zal ook op onze website te vinden zijn. Dus we gaan ook een volledige pagina op onze website zetten. Daar zal ook deze link in zitten die Wout juist erop gezet heeft.
En als je op de link klikt, kom je eigenlijk op deze website uit. Jonas, op wat moet ik zo eens doen voor filmpjes? Als je een van de categorieën kiest, bijvoorbeeld zo. Under 15. Ja, ik zal even hier. Dan kom je nog eens die sleutelfactoren tegen. En als je dan next klikt, ja. Dan kom je eigenlijk in één zo'n level. Ja, dus dat is level 1. En dan kan ik hier gewoon op duwen. En er staat dan perfect de cues bij, alles. Dus waar ik moet coaching points. Dus perfect hoe dat ik het zal even opzetten. Goed, dus hier kan ik dus op de website perfect alle oefeningen vinden van gemoeilijkheidsgraad, alle coaching cues. Dus dat is wel een heel mooi ding. Een vraagje, misschien is er ook iets van meetbaarheid in, Jonas? Als in dat de trainer zelf kan opvolgen? Ja, van oké, we zijn mobieler, stabieler of... Dan meten, dat wordt niet echt meegegeven vanuit World Rugby. Ja. Ook omdat het idee is om het op community rugby te doen, dus op clubniveau. Okay. Met amateurploegen, dus er wordt minder van uitgegaan dat er echt gemeten wordt. Ja. Maar ja, het staat coach natuurlijk vrij om bepaalde testen te doen aan het begin van een fase en dan aan het eind van een fase opnieuw te testen. Oké. Nee, top. Goed. Mooi, Jonas. Ik denk een leuk programma om zeker mee te geven aan iedereen. Hè. Ja, als er nog vragen zijn, Jonas is altijd beschikbaar. Je mocht nu ook vragen. Dus ik denk dat we de belangrijkheid van injury prevention, dus blessurepreventie, niet mogen onderschatten nu. Ik denk dat het een enorm groot gegeven gaat zijn. Als we nu terug starten, en zeker stel binnen 2 maanden voor clubs die nu nog niet starten, dat dan nog erger gaat zijn. En hetgene wat we niet willen, is dat spelers gekwetst gaan geraken in september, wanneer het seizoen moet beginnen, hopelijk. Dan moeten ze juist op hun fit zijn. En ik denk dat we dit niet mogen onderschatten en echt wel moeten gaan toepassen als trainers. Ja, zeker. En ook mentaal, ja, spelers zien er naar uit om terug te komen, dus ze gaan er misschien eens zo hard in willen vliegen. Ja. Dus als ze dan in het begin een blessure tegenkomen, ja, dat gaat mentaal ook heel, heel moeilijk zijn. Ja. Dus reden te meer om dat ook te proberen te vermijden. Yep. Oké, Jonas. Super bedankt voor dit. We zullen elkaar nog wel veel zien op deze stream, daar ben ik zeker van. Ja. En voor nog volgende dingen. Ga naar die website, wij zullen als Rugby Vlaanderen alles online zetten. Ben ik geslaagd voor mijn examen, Jonas? Ja, dat is toch nip erdoor. Nip erdoor. Dus, allee, dan mogen jij nu komen. Ik zal de prijs opsturen. Dat is goed. Goed, nu gaan we het hebben eigenlijk... Oh, hier. Ja, daar hebben we al over gehad. Hè. Dus, ik denk, meestal hebben we wel gehad. Ja. Dus nu gaan we het hebben over eigenlijk een training. Nu, de meesten gaan, sommigen gaan training moeten geven. Dus ik ben ook een van de gelukkigen die deze week training mag gaan geven. Ik heb ook al een beetje moeten nadenken en ik wil jullie een beetje meenemen in mijn denkproces en mijn oefeningen meegeven hoe ik de trainingen zou aanpakken op donderdag die ik ga geven. Ik ga die ook filmen, deeltjes. De bedoeling is ook dat we een soort van database online gaan zetten waar jullie alles kan delen, dus jullie voorbereidingen als jullie filmpjes hebben, zodat we elkaar kunnen helpen om in deze tijd ook oefeningen te geven die misschien heel origineel zijn, creatief of heel nuttig. Met social distancing te doen. We hebben al gehad, hoe ga ik hier beslissingsvaardigheid in steken, hoe ga ik hier druk in steken, hoe ga ik hier eigenlijk een training van maken waar we niet gewoon aan het passen zijn of kracht en conditie aan het doen zijn. Nu, we gaan niet naar de opwarming kijken, want daar hebben we het net over gehad, dus die heb ik er niet in zitten. Als ik aankom op de training, zal ik de eerste 5 minuten de regels moeten overlopen. Ik ga de dames trainen, een damesploeg deze donderdag. Dus we beginnen met 5 minuten de coronaregels te overlopen. Wat gaan we zeker niet doen? Waar gaan we op letten? Ik denk vooral belangrijk is dat de spelers of speelsters zich bewust zijn en zelf een gezond verstand moeten gebruiken. Wij als trainers kunnen het wel zeggen, maar vanaf dan is het de spelers en speelsters die moeten gaan zorgen dat ze zich kunnen behouden. Nu, eerste oefening opwarming. Opwarming 15 minuutjes is gedaan. Een heel goede manier om druk toe te voegen zijn de palen. De palen kunnen een hele goede tegenstander zijn. Dit is mijn sleutelfactoren van de training gaan zijn passen en vangen. Hier gaan de sleutelfactoren zijn de rechte looplijn met bal en aan de juiste kant van de paal eindigen. Dus we gaan proberen, als we in die richting spelen, proberen links van de paal te eindigen. Dus fixeren naar rechts, links van de paal eindigen, passen en passen. En door die paal kunnen we zelf de afstand als trainer, als het te makkelijk is, kleiner maken of groter maken. Waardoor dat er meer druk komt en we gaan proberen te scoren aan de buitenkant. Dat is de basis.
Nu, om het een beetje voor de 9 uitdagend te maken, ik heb 3 soorten ballen, dus we zijn met 3 groepjes van 3. Zo hebben we 2 kanten natuurlijk. En gaan we de 9 hier 3 ballen geven, een rode, een blauwe en een gele in mijn geval. 3 ballen, waar per groep van 3 een bal heeft, zodat ze niet te veel van bal moeten wisselen. Dus ik denk dat we daar al belangrijkere maatregelen genomen hebben, dat ze niet te veel ballen samen aanraken. Per groep heb je uw bal van 3. We gaan werken in groepjes van 3, heel de training. Dus de scrumhaaf legt zijn bal neer bij de ruk. En daar ga ik roepen als trainer, ik sta achter de palen. Bijvoorbeeld blauw, moet je eerst naar het blauwe kegeltje, dan zich terug positioneren en dan passen. Waarom? Zo heeft hij iets meer uitdaging, zoals in een wedstrijd, dat hij niet recht naar de ruk loopt. In een wedstrijd, we proberen zo dicht mogelijk bij de wedstrijd te komen, zal hij heel weinig gewoon achter de bal lopen. Dus hij zal altijd van een hoek komen. Dus hoe gaan wij dat toevoegen, is door te zeggen, misschien is rood, dat je wat achteruit, dat we achteruit zijn gezet, na een pas, hoe gaat hij daarop reageren? We kunnen daar dan ook nog bij steken bij de nummer 9. Stel, we worden achteruit gezet, dus hij moet eerst naar rood en naar daar, om de trage en snelle bal iets meer erin te steken. Dus dat kan goed zijn dat we achteruit gezet zijn, zo gezegd. Dus hij moet eerst naar rood, dan terug. Dat hij iets langer de tijd neemt om te passen. Dus dat kunnen we er ook in steken om het wedstrijd specifiek te maken. Voor rond de 9. En vanaf daar, zij natuurlijk, proberen fixeren, pas, fixeren, pas, fixeren, pas. We kunnen die driehoek variaties laten doen met de cut en back, met andere dingen. Dan gaan we ook kijken hoe het al gaat met de dames als ze uit corona komen naar balgevoel. Kunnen we nog volgen, Jonas? Ja, als jij kunt volgen, dan kan de rest dat ook. Hè. Nee. Wat probeer ik altijd te doen? Ik probeer mijn persoonlijke doelstelling, dus mijn feedback achter de palen, proberen 1-op-1, maar wel 1,5 meter te behouden. Welke feedback? Dus ik probeer ook na te denken aan de dames van Leuven, Sam. Op donderdag. Goed. Dus ik probeer ook al mijn feedback een beetje voor te bereiden. Wat gaat er waarschijnlijk misgaan in functie van mijn sleutelfactoren? Dus hoe komt het dat we aan de verkeerde kant eindigen van de paal, dus waarschijnlijk aan de rechterkant? En waarom is dat belangrijk dat we toch die binnenkant aanvallen terug daarna? En wat, dus het voordeel van vroeg vangen, dus hoe gaan we meer tijd en ruimte krijgen? Dus dat gaan mijn vragen zijn die ik meestal ga moeten stellen in functie van mijn sleutelfactoren. Dan onder, bij het, en dan is er een beetje opmerkingen bij het terugkomen, legt de groep telkens hun kleurbal bij de scrum af en roepen ze welke bal dat van hun is, voordat ze hem krijgen. Vallende start bij de spelers, zodat ze rechtdoor lopen. Dus we merken veel dat ze schuin lopen. Dus we gaan zorgen dat ze vanuit een vallende start. En dan moeten ze wel vooruit lopen op een korte afstand. Dus variaties als het goed gaat. Nu, dat is een soort van opwarming met de bal. We gaan dan naar de kern gaan. De kern heb ik een spel van gemaakt. Dus het is een soort van spel. Ze kunnen ook winnen. Dus we hebben 4 oefeningen gemaakt die ze 3-3 gaan spelen. Ze kunnen daar punten mee verdienen. Dus het eerste is, ik zal het al meteen hier. Dus het spel zelf is een ploeg van 3 dames tegen een andere ploeg van 3 dames. Degene met het meeste punten wint het volledige spel. We zijn met 9 teams, dus we hebben maar 6 groepen van 3. Er gaat nog 1 iemand over zijn, en dat is de joker. Dus de teams kunnen eenmaal een joker roepen bij hun, waar dat 1 iemand van hun kan rusten, en de joker inkomt. Misschien is die beter in passen, is die beter in één van de oefeningen, en kunnen zij daar de joker voor inzetten, om misschien het spel meer te winnen. Hij mag ingezet worden, het duurt ongeveer 30 minuten in het spel. Dus we hebben 4 circuits, dat is niet echt een circuit. Ik heb er 2 in gestoken, ik moet nog kijken, een beetje van 3-4, misschien ga ik 4 hier nog steken. Maar het eerste is een reactiespelletje, om te kijken naar hun conditie, omdat ik wel weet dat ze dat ook wel belangrijk vinden. Dus ze gaan elkaar mirroren, ze gaan elkaar spiegelen in 1. En degene die aanvalt, gaat proberen de verdediger, dus de andere kant, proberen om te zorgen dat hij een kegeltje minder heeft. Stel, ik loop naar geel, rood, groen. Als ik het groene kan tikken voordat hij het rode kan tikken met mijn voet, betekent dat ik gewonnen ben. En zo gaan we dat 2 keer 2 minuten doen. En dan 2 minuten de aanval en dan wisselen we. En wie dan het meeste keer een punt behaald heeft, wint en kan echt een kaart een punt krijgen. Dus ze krijgen ook kaarten met een punt op, die ze mogen bijhouden als ploeg. Het tweede is bear crawls. Heel simpel, als ze naar voren gaan, naar achter en naar links, hebben ze 1 punt. Voor naar achter, rechts 2 punten. En ze gaan proberen om dat in 2 minuten zoveel mogelijk te doen. Niet al te uitdagend. Wat is hier belangrijk bij als trainer? Wel de houding gaan bekijken. Ja, ze mogen hun knieën niet naar de grond brengen, ze moeten hun rug recht houden. Als dat niet gebeurt, dan vallen ze uit. Okay? Dan mogen ze rusten, ze mogen dat op eigen tempo doen. Ze mogen zelf wat ze kunnen. En dan gaan we daarmee verder. Heel simpel. Dan gaan we meer naar het rugbygerichte gedeelte. Hier gaan we... Dus ken je zeeslag, Jonas? Zeker. Ja, ik heb het nog niet geprobeerd, maar ik vond het een leuk idee. Dus hoe ga ik 1,5 meter met passen in een competitievorm steken?
We kennen ook Zeeslag en we kennen Koningsbal. Noemt dat zo bij u? Koningsbal of tussen vier vuren? Twee vuren? Ja. Dus ze krijgen van mij, elke ploeg krijgt vier gele potjes, vier groene potjes en vier blauwe potjes. En zij mogen, dus als we hier kijken, we gaan eens naar de vorige slide. Oei. Ze mogen drie vierkantjes maken of rechthoeken. Eén van 3-op-1, één van 2-op-1 en één van 1-op-1. In dat rechthoek zullen ze moeten bewegen. Dus ze hebben alle twee die kanten. Ze mogen die zetten op het veld waar ze willen. Maar in elk vierkantje staat één iemand. Ze hebben meer bewegingsruimte of minder bewegingsruimte. En ze gaan elkaar zo door moeten proberen aan te gooien. Waarom heb ik dat hier gestoken? Ik ga dat steken waarschijnlijk in een oefening na dit, na de 1. Omdat we dan iets meer rust hebben. Dat is een statische oefening, omdat we niet te veel intensiteit willen. Kunnen we van hier, wat een redelijke intensieve oefening is, zal 3 naar 2 verhuizen. En kunnen ze daar meer rust krijgen, waar ze 2 weer iets intensiever gaan. En dan naar 4. Dus hier, ik denk, een leuke oefening, waar dat we zeker de 1,5 meter kunnen bewaren, door het middel dat ze zelf hun potjes moeten zetten. En dat toch uitdagend is in een competitievorm. Dus... Dan de vierde oefening, heel simpel. Vooral naar het passen en vangen toe. We hebben 3 poortjes. Ze moeten voor het poortje passen. Dus ze staan voor het poortje met 3. Dus hier staat iemand, hier staat iemand en hier staat iemand. En ze moeten voor het poortje passen en het einde geraken. Zonder dat de bal valt en zonder dat ze door het poortje lopen met de bal. Wauw, ik raak vandaag moeilijk uit mijn woorden. Snapt het, Jonas? Ja? Ja, ik ben helemaal mee. Oké. En telkens keer als ze dat kunnen, krijgen ze een punt. En ze moeten dat blijven volhouden tegen de andere ploeg. En dan wie het meeste gehaald heeft op het einde, mag een punt verzamelen. Op het einde kunnen ze alle punten samentellen en kunnen we kijken wie de winnaar is. Dus we hebben er wat competitie in zitten, we hebben er wat druk in zitten. En we hebben er ook een beetje conditie en kracht in zitten. Dus het is vooral een herstart van de training. Ik wil nog niet te rugby-specifiek gaan. Ik wil rustig starten, met plezier. Met toch wel het sleutelfactoren en iets te leren. Dus de apes moeten er wel in zitten. Maar dat is de kern een beetje van de training. En dan gaan we eindigen met Sam zijn vraag. Ja, Sam. Sam, jij vroeg van hoe kunnen we hier nu beslissingsvaardigheid in steken? Ik heb er eens over nagedacht. Dus mijn sleutelfactoren blijven hetzelfde. Alleen komt hier nog een beetje meer bij het aanvallen van de ruimte. Dus beslissingsvaardigheid. Wat materiaal? Ik blijf met mijn gekleurde ballen werken. Maar ik ga de springtouwen aan toevoegen of touwen. Dus touwen van 1,5 meter of 2 meter. De verdediging zal die moeten vasthouden. Dus we hebben hier 3 aanvallers. Normaal moet er nog een vierde bij, dacht ik. Ik weet niet waarom die weg is, maar oké. En zij zullen dat touw gestrekt moeten houden, de verdedigers. Normaal staat deze hier ook nog tussen. Ja, met een touw met de andere. Dus ze zijn met 4 aan elkaar gelinkt. Maar dan gaat één iemand beslissen van... Oké, ik ga het touw... hij blijft gestrekt. Dus het touw moet gestrekt blijven achter iemand staan. En dat betekent dat er ergens een open ruimte komt. Een open ruimte die breed genoeg is voor social distancing. Dus we hebben onze 1,5 meter overal. En we kunnen perfect met springtouwen de afstand bewaren. Dat betekent dat er ergens ruimte komt. En vanuit die ruimte kunnen ze dan spelen. We kunnen dat doen vanuit omgedraaid starten. Vanuit een ongeorganiseerde naar een georganiseerde gaan. Dus door elkaar lopen, vandaar starten. Kijken waar de ruimte is, start. Hup, en we kunnen door de ruimte. Wat kunnen we er nog doen? Stel... deze is hier. Kunnen we hier nog 2 mensen achter zetten met een springtouw. En zij gaan duidelijk maken of ze links of rechts staan. Van daaruit gaan ze moeten samenkomen en perfect moeten kunnen spelen naar waar de ruimte is. Dus zo zijn we beslissingsvaardigheid aan het trainen met social distancing. Met creatieve materialen. Ik zeg het nogmaals. Ik ga het donderdag proberen. Ik ga het ook filmen voor jullie. Ik heb al wel een beetje getest. Het zou perfect moeten lukken om die 1,5 meter overal te bewaren. Buiten misschien de moeilijkheid van wanneer moet ik nu passen. Dus ze moeten op tijd passen, dus je zegt wel druk, maar ze moeten wel 1,5 meter voor de persoon passen en stoppen. Dus het makkelijkste gaat zijn met de verdediging die in het begin stilstaat. Als dat goed loopt, kunnen we al beginnen met wandelen. En zij moeten perfect kunnen uitgaan. Dus hier voor mij persoonlijke doelstelling, observatie, achter de aanval ga ik nu staan. 1,5 meter behouden met druk. Feedback, hoe geef ik tijd en ruimte aan mijn tegenspeler? Dus ik denk dat daarom de corona social distancing wel goed is. Omdat we soms de intentie hebben als speler om te kort op de verdediging te lopen als de ruimte ver ligt. Dus nu zouden ze de pas vroeger moeten geven. En geven ze de andere persoon meer tijd en ruimte om hun beslissing te nemen. Dus alles gaat er eigenlijk in functie van hoe geef ik hem meer tijd en ruimte om een beslissing te nemen. Totdat we aan de ruimte zijn om hem dan vlak aan te vallen. Dus na de break terug samenkomen met opties en scoren natuurlijk. Hè. Dus wat ze waarschijnlijk niet gaan doen is scoren, dus kan ik daar feedback op geven. En dan variaties, hè. Dus van daaruit kunnen we verder.
Dus dit zou mijn social distancing training zijn. Misschien hier nog belangrijk om mee te geven. Anderhalve meter tussen hier bij één zeker behouden. Dat is als ze naar geel en geel lopen, dat ze niet tegen elkaar lopen. Dus hier tussen anderhalve meter. Hier ook anderhalve meter overal tussen. En dan hier zorgen dat je veldje groot is, maar niet te groot, zodat het uitdagend blijft. Want het moet een rugbypas zijn, veel kracht kan er niet achter zitten. Dus zorg dat het ook nog wel redelijk klein blijft, maar de social distancing kan bewaard worden. Ja. Zijn hier nog vragen over? Dit is een beetje mijn training. Ik zal hem ook online zetten. Ik zal de video's maken. Hier is een schoon, de touw is losgelaten door hem aan die kant. Dus dat is los, hè. Dat zie je, Jonas. Ja. Enige, heb jij misschien iets dat je ziet, Jonas, van oei, dit is misschien moeilijk, of dit is... Nee, ik was aan het denken misschien dat je het ook kunt omdraaien, je laatste oefening, en dat je vanuit de verdedigers bepaalde opdracht kunt geven, omdat je zegt van, er moet ergens een regel zijn dat je de pas moet geven op minstens 1,5 meter. Ja. Dat je misschien als verdediger ook een punt kunt scoren als je de druk kunt opvoeren dat ze dat pas te laat geven. Ja, maar als ze het te laat geven, zitten we in 1,5 meter. Ja, dat denk ik ook. Dus dat mag niet. Daar had ik ook, ik zat er ook van, maar ja, dat mag niet. Dus, ja, dus ik ga waarschijnlijk een lijn maken tot waar de verdediging mag komen ofzo. Als ik daarna weet hoe ver dat ze, en daarvoor moeten ze een pas geven. Maar het is maar gewoon, het belangrijke is voor mij het visuele, dat ze kijken en mijn hoofd omhoog spelen en scannen. Dus dat ze van tevoren eigenlijk de ruimte kunnen zien. Dus als we gaan kijken naar het moderne rugby, wat er heel belangrijk is, dat we sneller klaarstaan als de verdediger. En dat we sneller het gezien hebben. Dus zij moeten heel snel de ruimte kunnen zien. Of ze een pas een vroeg geven en zo, dat interesseert me niet in deze tijd. Maar het gaat meer over het scannen. En hoe kan ik die tijd en ruimte geven om daar te geraken. Maar als ik het scan en ik heb het gezien en ik kan het daar spelen, die druk kunnen we later toevoegen als we eindelijk druk een beetje mogen aanraken en zo verder. Nog dichter. Maar hier hebben we al wel een echte wedstrijdssituatie met druk. Die we hopelijk daarna nog kunnen opvoeren met... Het gaat puur om de visualisatie van de ruimte. Maar wel een goede gedachte. Hoe kun je de verdediging ook opdrachten geven? Daar was ik ook al mee bezig. Daar ben ik nog over aan het nadenken. Ik heb dus straks er een beetje tijd in gestoken. En je kunt redelijk snel tot iets komen wat iedereen wel interessant vindt in ieder geval. Van de spelers naar competitie en druk en leuke oefeningen. Die nog met passen en vangen te maken hebben. Ja. Ja, ben benieuwd hoe dat gaat gaan. Ik ook. Ik heb er ongelooflijk veel zin in ieder geval. Ja. Dus dat is wel belangrijk. Mijn Facebook is uitgevallen, dus ik kan dan niet zien wat er vragen zijn. Dat is een probleem, hè. Goed, ik ga het hierbij laten. Als er vragen zijn, je mag me altijd in de chat nog sturen of stuurt me een berichtje. Hè. Ik zal jullie ook op de hoogte houden hoe het geweest is. Als jullie goede voorbeelden hebben, alsjeblieft, als ik de database online zet met Rugby Vlaanderen, stuur, zet erin. We moeten elkaar helpen. Ik denk dat we hier nog tot heel creatieve dingen kunnen komen en elkaar nog veel kunnen leren van elkaar vooral. Dat misschien in de toekomst ook nog heel bruikbaar gaat zijn van creativiteit toe. Dus Jonas, ik dank u weer over uw tijd. Ik dank ook iedereen die weer gekeken heeft en ik wens ook iedereen enorm veel succes voor wie op het veld moet staan. Geniet ervan. Probeer u niet te frustreren. Probeer er wel van te genieten en ervan te leren. Ik denk dat er heel veel zelfreflectie zal moeten zijn na een training. Ik denk, het is al bij Jonas waarschijnlijk, je hebt al een paar gegeven, dat ook wel veel nadenken is naderhand van hoe had ik dit of hoe had ik dat of hoe kan ik dat. Dus een heel leuk proces. Hè? Ja. Dus daar gaan we van genieten. Dus geniet er allemaal van en dan zien we jullie volgende week terug. Dag Jonas. Ja. Dag.